Leerlingen van OBS Frankendaal uit Callenzoog liepen op vrijdagochtend een sponsorloop op het Dorpsplein in Callenzoog. Veel ouders waren naar het Dorpsplein gekomen om de kinderen aan te moedigen en ze net dat extra setje te geven. De kinderen van groep 1 tot en met 4 mochten als eerste beginnen. Daarna was het de beurt aan de kinderen uit de overige klassen. René Zwaan, directrice van OBS Frankendaal, legt uit waarom de kinderen van de school vandaag een sponsorloop liepen. Nou, Koningsspelen ieder jaar en wij hebben gedacht we houden een sponsorloop in plaats van de Koningsspelen. En eigenlijk meteen met een maatschappelijk doel daaraan vast en dat is Stichting Jarige Joch. Ja, en hoe komen jullie bij zo'n stichting? Met elkaar besloten, gekeken naar van wat past goed bij het basisonderwijs. Ja, en Stichtingjarige Job past er zo goed bij. Het individuele kind die een verjaardag kan vieren. Kinderen vinden het zo leuk om een verjaardag te vieren. Ja, daar zetten wij ons voor in. Voor ieder kind van Stichtingjarige Job wordt er een verjaardagsbox georganiseerd. Van ongeveer de waarde van €35. Zodat ieder kind zijn verjaardag kan vieren. Laten we eens aan de kinderen vragen hoe ze het rondje over het plein vonden. Het was wel leuk, maar ook vermoeiend. Ja, ik vond het wel leuk. Ja, was wel lastig. Het was gewoon een lang rondje, zeg maar. Was best wel leuk. Vooral de laatste rondjes die waren het allerlastigst. Nee, heb je nog getraind? Nee, dat niet. Nee? Nee. Nee, eigenlijk niet. Dus ik was gewoon gaan rennen. Ik dacht, kan het wel? Nee. Nee? Maar ik heb wel alvast getraind voor morgen. Wat is er morgen? Een voetbalwedstrijd. Ik zou jou zelf ook nog meelopen. Hoeveel rondje heb jij ongeveer gelopen? Nou, ik moet wel een beetje inschatten dat het er niet meer dan 4 of 5 waren. De kinderen hebben het meeste gerend en die hebben ook de sponsoren binnengehaald. Hoeveel sponsors had jij vandaag? Mama, papa en voor de rest weet ik het niet meer. Mijn vader, mijn moeder, mijn tandarts. Mijn vader en moeder samen, mijn oom en tante, nog een oom en tante en mijn oma. Ja, ik ging naar de tandarts en ik zei of hij me wou sponsoren. En toen gaf hij me gewoon €50 gewoon voor die sponsor. Dan heb je al een hele gulle tandarts. Ja. Tot slot vragen we aan René hoeveel geld er precies is opgehaald met de sponsorloop. Nou, het precieze aantal kan ik niet helemaal zeggen, maar er zijn echt kinderen die gewoon voor €200 zeker hebben gerend. Dus dat zijn mooie bedragen. En na al dat lopen kunnen de kinderen bijkomen met limonade en een stukje fruit.